Wow, oh, daar is Zelda. Huh? Is Zelda hier gevallen? Vandaag gaan we verder met het kijken van de herinneringen. Dus we gaan op zoek naar drakentranen. Maar als je goed kijkt, zie je dat ik een andere outfit heb. Oeh, de armor van Breath of the Wild. Ik heb die inmiddels ook maximaal geüpgraded. Het nieuwe hemd der uitverkorenen schijnt een van de beste hemden te zijn in de game. Mocht je die nou ook willen hebben, wat ik wel aanraad trouwens, ga dan even naar Hateno en ga naar de plek waarin Breath of the Wild jouw huis stond. Dat is hier zo, achter die brug. En vervolgens ga je deze put in. Lees daar wat er in dit boekje staat en volg de hints. Dat heb ik gedaan tijdens de livestream op twitch.tv/Rickachu. Ga daar naartoe of scan de QR-code. Want af en toe speel ik daar gewoon lekker live verder. Daarom heb ik ook opeens zoveel hartjes. Oh, en vergeet alsjeblieft niet om dat duimpje omhoog te doen en te abonneren als je van Nintendo houdt. We gaan dus op zoek naar de herinneringen. Eerder heb je deze al kunnen zien. Vroeger gingen Zelda en Link samen op zoek naar het meesterzwaard. En daar was hij. Lekker Link! Hij is voor jou! Die herinnering die vind je hier natuurlijk. Daarna gingen Link en Zelda natuurlijk de dieptes in. En daar vonden ze Ganondorf. Met die mysterieuze hand die hem tegenhield en afbrak. Zelda die pakte de traan op en Ganondorf die kwam tot leven! Waaah! No! Link beschermde Zelda. Maar dat ging helemaal fout. Het meesterzwaard werd aangetast zoals je ziet en ging zelfs kapot. Rauru had vertrouwen in jullie, zei Ganondorf. Maar jullie konden niet beter dan dit. Ganondorf ging helemaal los en stuurde kasteel Hyrule naar boven. Dit blijft zo'n sick beeld, hè. Oh, shit. Ik vond dit echt insane. Check de eerste aflevering nog maar een keer en zie mijn live reactie. Zelda, ja, die viel naar beneden. En Link wilde haar redden, maar dat lukte niet. Helaas. Daar ging ze. En wat is er dan met Zelda gebeurd? Link die werd gered door de mysterieuze hand. En hier zien we Zelda vallen. Deze herinnering hebben we gevonden in de vorige aflevering. Rauru en Sonia, die vonden Zelda. Ze vragen wat de naam van Zelda is. Ze zegt nu dus dat ze de dochter is van de koning van Hyrule. Maar Rauru en Sonia, die hebben Hyrule gesticht. En zijn nu de koning en de koningin. Mijn naam is Rauru. Koning Rauru van Hyrule. Zelda kent dat uit de geschiedenisboeken. Maar dat betekent vast iets waar we in deze aflevering achter gaan komen. Die eerste herinnering die je kan vrijspelen, die zag je net. En die vind je hier. Nu gaan we op zoek naar de tweede. En die moet hier in de buurt zijn. Dan moet je dus op zoek naar die tekeningen op de grond. En daar de traan zien te spotten. Nou, we zien hier al gelijk een hele mooie tekening. Lijkt op een poort of zo. Of de ingang van bijvoorbeeld kasteel Hyrule of iets. Daar moet een klein watertje zijn. En in dat watertje ligt de drakentraan. Dus even kijken of we die kunnen spotten. Even zoeken hoor. Is die daar? Nee, dat is hem niet. Oh, ik heb andere kleren nodig. Het is hier te koud. Veel te koud. Even koekeloeren hoor. Ligt die daar? Nee. Oké. Ik heb iets meer moeite met het vinden van deze traan, denk ik. Of ligt hij hier op het randje? Zo te zien niet. Ik zag hier ook nog een berg erop. Kan ik ook niks? Oh, is het hier? Ik denk dat het hier is. Hier gewoon. Oh, joh, easy. Bijna bovenaan. Ah, ik ben zo benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Daar is hij, de volgende traan. Hiermee komen we er gewoon achter. Achter alles wat er achter Tears of the Kingdom schuilt. Oké, daar gaan we. Wat gebeurde er toen? Nadat Zelda dus terug in de tijd was gegaan, althans zo lijkt het, zoals ik vermoedde. This is not the world I know. Is dit niet de wereld zoals ik die ken? Nee, het ziet er hier nog best wel mooi uit. Een tijd zo ver in het verleden dat hij legende is geworden. Dus het is waar. This is really the era of Hyrule's founding. Het is het tijdperk waarin Hyrule is gesticht. Voor ons is je aanwezigheid net zo vreemd, Zelda. Rauru die snapt er ook niks van. Kijk! Zelda had natuurlijk een steen gepakt die van Ganondorf vanaf kwam. Sonia geloofde haar gelijk al. Ik voel jouw lichtkracht in haar en mijn tijdkracht. Oh. Dus Sonia die heeft de kracht van de tijd, Zelda heeft de kracht van het licht. Ik zie. In any case, Zelda. Die stenen die zijn een beetje met elkaar geconnect. You needed to return to your era as soon as you possibly could. Zelda wil terug naar de eigen tijd. Yes. Ja? In my time, something terrible is happening. Nou, dat kan je wel zeggen, Zelda.
I need to get back there. Ik moet teruggaan, maar hoe doe ik dat? Ik denk dat Sonja wel een oplossing weet. Kijk. Sonja die stoot Rauru aan. Vet hoor dit, hé. Dit is echt zo cool. Nou, Zelda, dear. Zelda, lieverd. You don't need to solve your problems all at once. Je hoeft niet al je problemen tegelijk op te lossen. Oh, we gaan eerst nog een beetje chillen in het kasteel. We'll tell everyone that you're a distant relative of us. Ze wordt voorgesteld. It is true, after all. Als een familielid. En ze krijgt andere kleren. Nou, ik ben heel benieuwd hoe Zelda eruit komt te zien. Wisdom takes time. Ah, wisdom takes time. Komt tijd, komt raad. Geniale uitspraak. I don't know what to say. I wonder. Rauru die wil nog wat zeggen. She may have some idea of how to get you back to your era. Mineru. Mineru, you said? Yes. She knows far more than anyone about our people. Ze weet meer over ons volk dan wie dan ook. And like us, my older sister has a secret stone. En ook zij heeft een geheime steen uiteraard. En we zullen haar om hulp vragen. Dus ze gaan naar Mineru voor hulp. Maar ik denk dat Sonja ook wel een idee heeft. We gaan snel op zoek naar de volgende traan die we moeten pakken. En de volgende, die zit ongeveer hier. En dat is de Pura Tablet die we daar al zien. Ja, daar kunnen we redelijk snel naartoe zweven zo te zien. Deze ziet er ook niet heel moeilijk uit. Deze moeten we wel snel kunnen vinden. Even kijken waar een plasje water ligt. Oh, die is gewoon hiervoor. Ja, in het midden. Dus gaan we nu dan de introductie van Zelda aan Mineru zien. En kijken hoe zij weer terug is gekomen naar Link's tijd. We zien in ieder geval de tablet. It is quite an interesting device. Oh ja, die had Zelda natuurlijk bij, hè? Niet van de tijd waarin Mineru leefde. That said, I believe there may be a way to get the travel functionality working here. Ik denk dat er een manier is om de teleportatiefunctie te laten werken. I'd like to tinker with it a bit. Would it be okay if I borrow? Mineru wil hem even lenen. Yes, whatever you need. I really appreciate your help. Zelda heeft inmiddels de kleding aan van de Zonai. Kijk, daar worden ze al geholpen door, door de robots, zeg maar. Zelda vraagt, geloven jullie mij dan echt? Mineru heeft ook niet aan haar getwijfeld. Weet jij hoe we Zelda kunnen helpen om terug te keren? Naar haar eigen tijd. De tablet die heeft het gedaan. Nee, de steen heeft het gedaan. Nee, de steen bedoelt ze. Amplify the power their owners possess. Dus de stenen versterken de eigenschappen die een eigenaar heeft. Wat? Dus de psychische stenen. Rauru can repel or destroy evil with his power of light. Rauru had ook lichtkracht. Sonya, she can control time. Sonya kon dus de tijd beheersen. Ja, dan. You, I can sense both light dan hebben we toch Sonya nodig. Oh, ze heeft lichtkracht en tijdkracht. Ik dacht al. Stone seems to amplify your time power. Je geheime steen die maakt je tijdkracht sterker. The secret stone only amplifies your power. It doesn't suddenly grant you mastery and control. Jij bent degene die je moet leren beheersen en gebruiken. That means if you don't already know. Als je niet weet hoe je thuis kunt komen. Oeps. Dan weet niemand het. Ga je dat zeggen? Nou, ze zegt niks, maar dat bedoelt ze wel. A forbidden act called. Er zijn verhalen over geheime stenen en een verboden magie die. Wat? Is to become an immortal dragon. Wie een geheime steen inslikt wordt een draak en zal eeuwig leven. Interesting. Another way to reach the future, though not a very quick one. Een andere manier om de toekomst te bereiken, maar niet te snel. Yes. En Mineru denkt dat het echt kan. Maar er zit meer achter die verhalen. Oh nee! Als je een onsterfelijke draaf wordt, raak je jezelf kwijt. Maar daarom is het dus verboden. I thought maybe this could lead to a solution. Some way to transcend time. But if you have to sacrifice your heart and mind, sacrifice what makes you you. I'm sorry. I wish I could help more. Zelda zou dus haarzelf moeten opofferen, haar ziel zelfs moeten opofferen om dat te doen. Rauru zegt, we zijn weer terug bij af. There's still hope. I think the answer to this problem lies in study.
and learning more about the nature of your power. What? Raoul zegt, ga maar studeren. Sonja wil je vast graag helpen. Zelda houdt natuurlijk wel van studeren, dat is wel een feit. Maar het begint allemaal een beetje sens te maken. Want we hebben het meesterzwaard uit de lichtdraak gehaald. Blijkbaar heeft Zelda de kracht van tijd en licht. We gaan snel door naar de volgende. En de volgende, die ligt hier. Oh, kijk, ja, hier, midden in het bos. Ja hoor. Daar zien we Ganondorf. Oh, wow, wie heeft hij allemaal achter zich? Wie had hij allemaal bij zich? Die vijand heb ik helemaal niet gezien, joh. Wie heb je meegenomen? En waarom zit je weer zo te lachen, jongen? Hyrule will bow down before. Nou, dat denk ik niet dat Hyrule zich gewonnen zal geven. Dat gaan we niet doen. Heb je nou allemaal Gerudo's bij je? Ja, hè? Freaking verraden Gerudo's. Oh my gosh. Ze hebben van die mega zandmonsters meegenomen. Wow. Er naderen Molduga's. Oh jee, de verdedigers van Hyrule. Daar is Rauru. Dit is ook vroeger gebeurd. Ja, dit is nog van vroeger. Zijn er zoveel, maar waarom zouden ze... Wat denkt Sonja? En wat gaat Rauru doen? Ja, Rauru heeft dus de kracht om te verdedigen. Die is mega sterk. Kijk hem staan, de baas. De lichtzusters staan erachter. Oh, die geven hem extra kracht, denk ik. Of? Ja, ik denk het wel. Cool zeg. Vet. Dus Raoul wordt hierdoor alleen nog maar sterker, hè? Wow. Deze voor jullie, Molduga's. Zo dan. Lekker voor je, Ganondorf. Wow. Ja. En nu? Ja, nu word je boos, denk ik. Maar wat ga je doen? Dat is de vraag. Brute kracht zal dus niet genoeg zijn. Nee. Inderdaad. Wij hebben meer brute kracht. Vet. The secret stone of the Zona. Hij ziet die steen. How interesting. Ja, die wil je hebben, hè? Die wil je hebben, freaking Ganondorfie. Vet, man. Ah, zo cool. Oké, de volgende, die zit rechts onderin bij de Gerudo-woestijn. Die zit hier. Oh, die zit denk ik ook tegen de berg aan. Oeh, en daarachter zien we er nog één. En die daarachter, dat is de volgende. Ik denk dat Mineru is of Rauru. En dit is dus die we nu moeten hebben. Dus even kijken of we kunnen zien wie of wat dit is. Volgens mij zie ik hem wel al daar. Dat zou best wel een logische plek kunnen zijn. Ik denk dat ik ga proberen om daar ongeveer ook te landen. Eens even koekeloer hoor. Ja, volgens mij is daar gewoon al een plasje te zien, toch? Ja, we zijn er al. Deze was makkelijk. Dus we zagen net Ganondorf die Rauru wilde aanvallen, maar dat het niet helemaal gelukt is. Ja, samen met zijn Gerudo's trouwens. Wat gaan we nu zien? We zien weer... Gerudo's? Waar haalt hij het lef vandaan? It is our desire to be accepted into the protective embrace of your kingdom. Het is onze wens dat we worden beschermd. En om uw koninkrijk trouw te dienen. Rauru accepteert het ook nog. Ik begrijp dat er slechts één in de 100 jaar mannelijke Gerudo geboren wordt. En hij dankt hem nog ook. Het is hoopgevend, zegt Rauru. It is my honor. Hij zegt dat het een eer is. We geloven natuurlijk voor geen meter. First descended upon these lands long, long ago. They must have seemed to be gods. Nog even een complimentje voor de Zonai. And have taken a Hyrulean woman as your wife. Een Hyliaanse vrouw, een Zonai, als koning.
Wow. Most impressive. Dat kan complimenteus zijn. It is unfortunate that the noble Zonai no longer grace this. Het is onverduidelijk dat alle nobele Zonai's de wereld hebben verlaten. All except you and your sister. Met uitzondering van uzelf en uw zuster Mineru. Even if something were to happen to me, both my kingdom and the peace it brings. Raoul geeft even een tegenwoord. Is ervan overtuigd dat de vrede bewaard blijft, ook al zijn alle Zonai weg. Sterk contest. Hij stelt het op prijs dat Ganondorf is langsgekomen. En zegt nu dat hij er weer vandoor mag. Hij gaat ook zo te zien. Oké, dit was awkward. Of niet, Zelda? Die zegt nu ook iets. Ja, Zelda vertrouwt Ganondorf natuurlijk niet. Zelfs zijn naam doet Zelda aarzelen. Rauru voelt dat ook. En daarom wilde hij hem juist dichtbij hebben, zodat hij hem in de gaten kan houden. Hou je vrienden dichtbij, hou je vijanden nog dichterbij. Dat wordt vaak gezegd, hè? En Rauru die zegt, maak je geen zorgen. Oh, man. Ik wil nu heel snel door naar de volgende herinnering. En die vinden we dus aan de andere kant van ditzelfde gebergte. Ongeveer hier. En terwijl we in de lucht hangen, zien we hem daar al. Ik heb zo'n idee dat het plasje water aan die kant ergens ligt. Oh, volgens mij is hij daar. Precies tussen deze twee cirkels in. Ik hoop dat ik dit ga halen. Ja, ik denk het net wel. Ja, ik zie het plasje water al, jongens. Hey, hier is Impa. Ik kom zo bij jou, Impa. Eerst even dit doen. Ik ben veel te nieuwsgierig. Oké, nou, we zien Zelda rustig dineren met Sonia en Rauru. Oh. Ah. En we zien haar gebruik maken van haar kracht. Oh, dat is Sonia. Sonia die heeft de kracht van de tijd natuurlijk vooral. You seem a bit distracted. Die vraagt of het goed gaat met Zelda. Zelda wil natuurlijk naar huis. Met jouw controle over de tijd. Als ik die kracht kon leren, dan zou ik misschien een stap dichterbij zijn. Ik snap het, zegt Sonia. De kunst is om je in te beelden dat je de herinneringen van het object kent. Vraag waar het is geweest, hoe het er is gekomen. En dan plaats je het terug op het originele tijdstip. Gaat ze het leren? Dat zou vet zijn. Dat zou heel vet zijn. Maar Zelda... There is more on your maar, mind than just that. Er zit je nog iets dwars, hè? Huh? You of course do want to get back. Je wilt terug naar jouw tijd. But you maar... also desperately want to help us out in this era. Je wilt ons ook graag helpen in deze tijd. I do not believe it is possible to keep anything secret from Sonia. Raoul die zegt dus dat het niet mogelijk is om een geheim te bewaren voor Sonia. Zelda. Cool. You can focus your attention on Luister, je kunt je concentreren op je terugkeer naar huis. After all, you possess more than je hebt niet alleen controle over tijd, maar ook een heilige kracht die het kwaad kan verbannen. Oeh. Oh, deze muziek. These powers will help you protect your own era. Deze muziek. Queen Sonia. Cool hoor. Of course, you must make it home safe to put Link's mind at ease. That is not a name I have heard. Sonia die zegt ook, je moet ook nog naar Link terug, hè? Raoul die kent hem nog niet. But later he became a hero by saving both me and Hyrule from a great evil. Link was de ridder die mij moest beschermen, maar hij redde Hyrule. He is so very dedicated. En werd zo de held. He refuses to back down from any challenge. Ja, ze moet nog aan hem denken. He is very strong. Natuurlijk moet ze aan hem denken. And his heart is good and true. Ja, ja, ja. Kijk, de ogen beginnen zelfs te stralen. I can see that you have absolute faith in him. Hearing you speak so highly of Link, I find myself wanting to meet him. Raoul zou hem zelf al willen ontmoeten. Indeed. Oh, en Sonia ook. I would also like to meet him. Ja. Vet hoor. Brave, courageous knight. Hij is vast een enorm dappere
galante ridder. Wat een vet beeld is dit, zeg. Super cool. Nice. Nou, dan nog even snel naar Impa. Eens even kijken wat Impa hier doet. Hallo Impatje. Ben je ook op zoek naar de geoglyphen? Jazeker. Oh, je staat hier gewoon te chillen. Heb je in de andere gebieden ook geoglyphen gevonden? Ja, we gaan super hard. Sterker nog, we zijn al op de helft. En in de volgende video gaan we de andere helft doen. En komen we dus alles te weten over wat er vroeger is gebeurd met Zelda, Rauru, Mineru, Sonja en de rest. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik vind dit onwijs vet en ik hoop jij ook. Wie vind jij trouwens de tofste karakter uit deze Zelda game? Laat het weten in de reacties. Dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!